Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Regenfiber, Shubi Reizen en Kapsalon De Look. Welkom vanaf Sportpark De Koerwald, waar Excelsior 31 haar eerste thuiswedstrijd van het seizoen gaat spelen. Tegenstander is Sparta Nijkerk. Met welk strijdplan gaat Excelsior 31 proberen om de tweede overwinning van het seizoen binnen te halen? Nou ja, even kijken hoe Sparta Nijkerk zich organiseert. Maar we willen thuis toch altijd veel aan de bal zijn. Dus als we de bal niet hebben, Sparta onder druk zetten. En als we de bal wel hebben met voetbal naar ons middenveld, naar ons spits toe voor de goal verschijnen van Sparta. Dus volgens mij spelen ze een soort 5-3-2. En aan de bal is dat een soort 3-5-2. En dat is het eigenlijk. Daar kunnen we ons op richten. Laten we gaan kijken naar de samenvatting. Excelsior 31, Sparta Nijkerk. Die u wordt aangeboden door Thuisin Reizen. Oh, you're... Hey, Johnny!
Deze samenvatting werd u aangeboden door Thuisin Reizen. Nou, Melvin Koetsier pakt die penalty goed. En hij houdt ons in de wedstrijd en wij scoren na rust gewoon twee keer op een heel goed moment. Waardoor wij de wedstrijd gewoon in het slot gooien en die wedstrijd naar onze kant toetrekken. Waar heb jij vandaag nou het meest van genoten? Van de energie die Excelsior erin stak. Ja, en dat het wel echt een teamprestatie was. Ik kan niet echt één speler aanwijzen die er bovenuit stak. Dat was echt wel gewoon het z'n allen. Ook de wissels. En dan lijkt het alsof je een team bent. En dat is natuurlijk ook zo. Hè? Maar dingen zijn de manier van spelen. Hoe willen we verdedigen? Hoe willen we aanvallen? Zijn gewoon heel duidelijk. Dat is in ieder geval de winst van de afgelopen wedstrijden. Tot zover deze uitzending. Aanstaande vrijdag zijn we weer bij u terug met een nieuw weekjournaal. Bedankt voor het kijken en nog een heel goed weekend toegewenst. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Regge Fiber, Shubi Reizen en Kapsalon De Look.